In een aantal how-to's heb ik laten zien hoe je snel websites kunt maken met Wix. Maar om aan klanten of leden of wie dan ook duidelijk te maken dat de website bestaat, kun je bijvoorbeeld nieuwsbrieven versturen. En ook dat kan via Wix. In deze how-to een eerste overzicht. Ik ben ingelogd bij Wix en heb het dashboard van mijn website in beeld. Een nieuwsbrief wordt hier een shoot-out genoemd. Je ziet dat in het midden van het dashboard. Aan de linkerkant kun je ook kiezen voor nieuwsbrieven. Rechtsboven zie je dat je een beperkt aantal shootouts kunt versturen in de gratis versie van Wix. Aan het begin van de volgende maand krijg je drie nieuwe shootouts. En, ook goed om te weten, als je shootouts met de gratis versie verstuurt, verschijnen er advertenties. Als je dat niet wilt, moet je upgraden. Ik klik hier op een shootout maken. Hier zie je dat een shootout meer is dan alleen het maken van een nieuwsbrief. Je kunt bijvoorbeeld een speciale actie aankondigen of een evenement promoten. Dat zie je bij de verschillende templates. Je ziet hier de andere mogelijkheden. Je kunt er één van kiezen, maar ook van nul beginnen. Dat doen we in deze how -to. Aan de linkerkant kun je stijlen en achtergronden kiezen. Hier kies je eerst een stijl. En dan kun je bij de gekozen stijl een achtergrond kiezen. Je kunt ook een eigen afbeelding kiezen als achtergrond. Uiteraard kun je de teksten aanpassen. Als je erin klikt zie je de opmaakmogelijkheden. Ik pas de tekst aan. Je kunt onder andere een ander lettertype kiezen en de tekstkleur wijzigen. Ook de andere tekst pas ik aan. Als ik naar beneden scroll zie je wat je verder kunt toevoegen. Bijvoorbeeld een evenement. Je kunt dan een nieuw evenement aan je nieuwsbrief toevoegen. Hier vul je de gegevens in. Ik ga er nu niet verder mee. Uiteraard kun je ook adresgegevens toevoegen. Ik ga nu naar de volgende stap. Hier kun je de ontvangers toevoegen, waarbij je handmatig de e-mailadressen kunt invoegen of contacten kunt importeren. Dan kun je kiezen uit contacten van je Gmail-account of een CSV-bestand dat bijvoorbeeld in Excel kan worden gemaakt. Ik kies hiervoor en ik upload een bestand. Daarna moet ik aangeven welke velden moeten worden gekozen. Dan kies je de ontvangers. En in de laatste stap kun je vervolgens deze nieuwsbrief verzenden. Tot zover. Deze hou toe over nieuwsbrieven in Wix, meer in de volgende hou toe.